Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben een journalist gespecialiseerd in popcultuur. En dit kanaal gaat over comics, strips en geeky dingen. En de laatste paar vlogs gingen vooral over strips en graphic novels. Dus het is weer de hoogste tijd dat we een keer een comic openslaan. En dit is een prachtige splashpage getekend door Cell Buscema. En we hebben het al eerder over Cell gehad. Dat is trouwens deze comic, Verbijsterend Hulk 29. Dit is Cell Buscema. Ik heb even wat werk van hem erbij gepakt. Wat ik je graag wil laten zien. En dan vertel ik je ook de reden hoe ik hier zo op kom. Maar moet je kijken wat een prachtige Hulk hij tekent. Hoe massief en groot die Hulk eruit ziet. Dat vind ik echt super tof. Dus even kijken of het zoiets beter te zien is. En hij is mijn favoriete Hulk tekenaar. Om allerlei redenen. Maar hij is gewoon super massief en... En veel pathos en gevoel legt hij er ook in. Dat heb ik al eerder verteld. Dit soort dingen vind ik altijd mooi. Hoe de Hulk dan weer in Bruce Banner verandert. En de reden waarom ik je dit laat zien... is omdat Ger Apeldoorn in Apple een heerlijk stuk had. Dus we gaan even lezen. Op 26 januari werd de Amerikaanse comic-tekenaar Cell Buscema 84. Hij begon in de jaren 50 als inkter van zijn bekendere broer John... In 1968 keerde hij terug als tekenaar voor Marvel, waar hij onder andere 10 jaar lang de Hulk onder zijn hoede had. Ja, fantastisch. Zelf heb ik Cell leren kennen op de stripdagen in Breda toen hij de gast was van Junior Press in 1990 of 1991. Dat is wel leuk, want Ger belde mij op laat. Weet jij nog wanneer Cell Buscema door Junior Press naar Nederland was gehaald? En ik wist wel dat John Romita Sr. in 89 naar Nederland was gehaald door Junior Press. Maar ik wist niet meer precies wanneer Cell Buscema was overgekomen. Ik weet wel dat Cell Buscema een cover heeft gedaan van de Superheldenagenda. Van, ik denk 89-90 of 90-91. Maar ik heb die Superheldenagenda's niet meer. Dus ik wist het niet helemaal. Maar het was in ieder geval begin jaren 90 waren Ger en ik het met elkaar eens. Na afloop maakte hij voor alle medewerkers op de stand een tekening. Ik vroeg om de Hulk, maar dan met een clownsneus op. Ja, want... Nee, goed, dat is Ger. Omdat hij altijd een brave tekenaar was, deed wat hem gevraagd werd, maakte hij dat gewoon. Ik heb alleen geen foto's meer van die dagen. Misschien jij wel. Nou, mocht je die dus hebben, dan kun je die sturen naar de Apple-redactie, naar de website van de Apple-redactie. En dan, misschien zijn er wel mensen die foto's hebben. Maar ik vond dit gewoon heel leuk. Ik vind het leuk dat Ger op de Varia-pagina allerlei strips behandelt. En dus ook comics nog steeds. Zijn hart is natuurlijk, ligt nog steeds wel bij comics. En dat hij dan over Cell Buscema en de Hulk met een rode neus een stukje schrijft. Omdat Cell alweer 84 is geworden. Dat vind ik echt heel leuk. En ik word daar gewoon heel erg blij van. Dus ik vond het leuk om... om dit even met jullie te laten zien eigenlijk. Ik zal trouwens het e-mailadres van de redactie van Apple wel even onderaan deze vlog zetten. Dus in de beschrijving van deze vlog mocht je nog foto's hebben van de stripdagen met Cell Buscema. Maar misschien heb je ook nog wel een toffe tekening van Cell. Ja, dat zou ook wel tof zijn als je die hebt gescoord. Want Cell was en is een meester, ook al is hij al oud. Ik wou nog even deze strip laten zien. Dit is... De Verbijsterende Hulk nummer 30 van Cell Buscema ook. Het is eigenlijk de Hulk 262. Dit is echt bijna een horror. Dit is eigenlijk een horrorverhaal. En de Bruce Banner die spoelt aan en wordt in huis genomen door deze dame. En ze woont in een glazen huis, zoals je kunt zien. En ze is een sculptress, oftewel een kunstenares. En ze maakt allerlei figuren van glas. Dan denk je, nou dat is tof. Dat ziet er mooi uit. Kijk. Het is trouwens ook geïnkt door Cell Buscema zelf. En dat zie je altijd wel het verschil. De eerste splashpage die ik liet zien was Ernie Chan. Die het heeft geïnkt. En Cell heeft iets strakkere lijnen altijd. Nou, hoe maakt ze nou die kunstwerken? Want ze wil van Bruce ook een kunstwerk maken. Nou, ze is een mutant. Of ze heeft gaven in ieder geval. Door mannen aan te raken... He, haar object aan te raken. En die veranderen dan in glas. En waarom? Vroeger was ik kunstenares, zegt ze. Tot een man mijn hart brak. Ik zwoer wraak tegen alle mannen. Dat is echt een mannenhater Poussin.
Maar wat een gaaf vind ik, vond ik, dit freakte mij uit. Dus hij verandert al in de. In glas hier. Als ze hem aanraakt. Maar natuurlijk verandert hij dan in de Hulk. Dit is echt gek, vind ik. Gewoon die overgang alleen al. Dus dat is echt. Hier word ik heel blij van als ik dit zie. Het is gewoon mooi getekend. Ook haar expressie. Want eerst is ze boosaardig in het eerste plaatje. En dan hier. Hè, ze denkt, ze komt ermee weg. En dan ziet ze die verandering en schrikt ze. En dan een soort afgrijzen zelfs. En dan zie je dit. De klassieke Hulk door Sal Buscema. Groot en sterk. Nou, en tegen zo'n witte puma of wat het dan ook is. Weet hij wel raad mee. En dan ook gewoon Hulk gaat pletten. Dat is echt, nou ja, ik vind dat echt heel leuk. Dit is echt puur jeugdsentiment. En dan door de Hulk zijn gewicht stort de hele zooi stort in. Dus het hele gebouw. En de Hulk overleeft het natuurlijk. En de titel van het verhaal is ook in ieder geval de Nederlandse titel. Wie in een glazen huis leeft, moet de Hulk ontlopen. Nou, dat lijkt me, lijkt me duidelijk. Ik denk dat je altijd de Hulk moet ontlopen. Waar je ook woont. Want dat wordt altijd gedonder. En dit is ook nog een mooie splash page. Ook door Sal zelf geïnkt. Zie je, hoe gaaf dit eruit. Ik vind het zo mooi. Het is gewoon een heel duidelijk plaatje. Je ziet hier het monster al, dus je weet al wat er gaat komen. En dit is dan vanuit het perspectief van de bestuurder. Het is gewoon een goede openingspagina van een verhaal. En nou ja, het kan maar op één manier eindigen, jongens. Zo dus. Dat de Hulk je auto plet. En dan een mooi perspectief hier. Nou goed, jullie begrijpen al. Van de Hulk krijg ik geen genoeg. Zeker niet van de Hulk die door deze prachtige kerel is getekend. Ik hoop dat hij nog lang en gelukkig leeft. En dit is eigenlijk een beetje een ode van mij even aan Sal Buscema. Ik zal ook nog eventjes onder deze vlog en aan het einde van deze vlog de vorige vlog over Sal Buscema's tekenwerk linken. Want dan kun je, als je dat leuk vindt, dan kun je er nog meer zien. Maar goed, het ging dus eigenlijk om de Hulk met een clownsneus op de stripdagen 90-91. Een stukje van Grapeldoorn in Eppo. En dan opeens komt er gewoon een heel stortvloed aan herinneringen. Komt er los aan hele gave Hulkstrips. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt op mijn kanaal. En like de stuff als je het leuk vindt. En ik zou zeggen, op naar de volgende vlog.